pittige. Maar. Op extra kaas? Ja. Tuurlijk, hè? Ja. Op extra kaas. Is jij ook? Ik heb beker, extra beker. Oh, ook lekker. Je bent wel klaar. Is het beker eigenlijk? De normale. Extra kaas of extra bacon? Extra kaas. Komt er straks? Bacon kan eraf blijven. Oké. Okay. Zonder bacon. Lekker uit, hoor. Ja? Ziet er lekker uit? Ja. Dan wil je geen bacon. Ik wil niet van bacon. Dat kan, hè? Jij wel. Kijk eens, wat heb jij, Tonne? Ei en kaas en komkommer. Die gaat er allemaal af, de komkommer. Die heb je nog besteld. Wat heb jij, Koen? Eens kijken. We zien een lekker broodje met komkommer, een hamburgervleesje, bacon. Oh, die gaan ook eraf, de komkommers? Ja. Waarom bestel je die dan? Die wil ik gewoon los eten. Ja, oké. Dus jullie zijn een tweeling zeker? Nee. Ja. Weet je wat mijn baas vandaag vertelde? Ik heb een tweeling. Hij heeft een tweeling opa. Wat? Zijn dochter is zwanger van een tweeling. Leuk, hè? En ik heb... hamburger, kaas, mayonaise, uitjes, augurk. Oh, lekker. We gaan eten. Hm? Wat wil ik het zeggen? Ik heb ham en kaas. Hm? Bacon. En hamburger. Lekker man. We gaan het proeven. Peper. Heerlijk. Met de pepertjes op. Lekker toch? Lekker? Peper! Dat kan een heel pittig stukje. Wow. Heel pittig pepertje had ik. Mijn vingers zitten voor. Yay. En hoeveel soorten hebben we? Kijk, eentje die is van Laurens. Die heeft een... tomaatje. Laten we even apart staan. Tomaatjes. Serie tomaatjes. Nee, we gaan deze. Maar toen gaan ze eigenlijk allemaal één voor één openmaken. Maar zullen we als eerste beginnen met deze? Ja, en we weten hoe het moet. Ja, dan moet je dit er dus afhalen. Ja. En dan moet je dit kaartje eruit. Hey, dit is ook tomaten. Ja, dat is ook geen tomaatjes. En dan moet je deze water in bij doen. Waar moet je dan water in doen dan? In dat bakje? Ja, denk ik. En dan dat... Waar is dit doekje voor? Wat zeg je de pit? Dus echt is het. Nou, hoe moet het nou verder? Je moet hier 20 tot 30 milliliter water bij doen. Ja, en hierin? Nee, eerst hier. Dat eerst op een schoot. Dan hierin. Je moet nog een beetje overhouden en dan dit. Ja, oké. Okay. Zo, die is van mij. Dit is van mij. Dit is van mij. Dit is van mij. Toch wel daarop?
Oké, okay, hoe? Moet mijn eens erop bij, of nog niet? Wacht, even eentje. Hoe lang duurt dat? Ik weet het niet. Hij moet aardig worden. Ga dan even naar water gaan. Wat je gaat doen? Ja. Redijs? Ja, redijs. En dan komkommer. Nu is het Nonna! Ja, dan is het Mama, ik heb al een tomaat gemaakt als Laura. Mag ik er wat van? Ja, doe. Eerste lepel. Zo goed bij? Ja, is goed. Waar is het potje van jongen? Dat is het potje wel, hè? Ja, dat moet ik doen. En wat ben je doen, die lijstje? Hij groeit hier niet. Zo goed. Ziet het eruit. Nou, als je heel goed kijkt, dan zie je dat hij wel. Ja, maar deze zijn al gegroeid. Dit, we hebben het even zo neergezet. Ah, hier staan de tomaten, komkommers, rijstjes, zonnebloemen en hier staan dan de wortels. Hier zijn alle wortels. Ah, oké. Okay. Want hier was geen plek meer. Wauw. Moet ik hem omdraaien voor jou? Daar staan ze. Ja. Hoeveel moestuin hebben we nou in totaal? Weet je niet. 24. 24? Nou, dan gaan we ze... Die kan ik ook nog hier. Nou, dan gaan we ze verplaatsen. Nu? Woef, woef. Dit zijn de moestuintjes en ik ga ze soms wel wat water geven. Ja, je hebt er heel goed op letten, hè? Ja, omdat ik heel vaak thuis ben. Ja. En dat, daar staan de wortels, hier staan de tomaten, hier staan de komkommers, de radijsjes en zonnebloemen ja. En de wortels. Welke hebben we het meest? Volgens mij hebben de... Zonnebloemen. Ah, de wortel evenveel, hè? Ja. 6 van 6, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. En ik ga ze soms water geven. Ja, heel goed. Jij bent er ook nog. Waar is het andere klep? Volgende week kijken hoe het erbij staat. Ja.